Henny, het NK Oud Marsum in jouw achtertuin, mag ik haast wel zeggen. Wat kun je zeggen over het parcours? Ik denk dat het heel slopend is toch wel. Het is geen zware bergen of zo, maar het is de hele dag draaien en keren. En tempowisselingen. En dat maakt het toch wel zwaar daardoor. Is ook bewezen 3 jaar geleden, 2008, dat er goede winnaars kwamen. Sterke winnaars met... En dat gaan we dit jaar ook weer krijgen. Want wie zijn kanshebbers in die op dat NK dan? Ja, Lars Boom praat al een tijdje over het NK in Oud-Marsum. En daar kun je er wel op rekenen dat hij er wel staat. Sebastian Langeveld is ook een goede eendagsrenner. Zou het ook zeker niet meer staan. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook een paar renners bij. Het zijn echte renners voor een kampioenschap. Wie dan? Dat is ook een beetje specifiek voor iedereen. Maar het zijn natuurlijk ook profs. Het is ook te zien wie de ambitie heeft. Want uiteindelijk moet er ook gewerkt worden voor een ander. En daar zullen ze ook goed uit moeten komen. Maar die twee namen die ik net genoemd heb, denk ik wel dat wel favoriet zijn. Is dat ook echt een parcours voor hun? Omdat je het hebt over tempowisseling, kunnen ze dat juist aan? Ja, maar het zijn nu onderhand internationaal gerenommeerde meer eendagsrenners geworden. Die gewoon mee kunnen op heel hoog niveau. En het is 2 ronden extra. Dat is, mag zeker ook niet onvermeld blijven. En dat is wel een voordeel van complete renners. Want wielrennen is tot 200 kilometer of tig. Is dat nog heel veel teamwork. Maar op een gegeven moment, na de 220 of zo, daar komen, wordt het echt wielrennen wie de sterkste is. En dan komt toch de klasse van de renner boven. En nu noem ik wel 2 namen die dat zeker kunnen. En dan zo'n trui. Jij kan erover meepraten. Wat doet dat met je? Ik ben het zelf ook geworden in 75. Dat heeft van mij een heel ander renner gemaakt. Het is een stuk erkenning. Je mag er een heel jaar mee rijden. Dan word ik een heel jaar erop aangesproken. Op elke koers waar je komt. Ik ging met mijn rode blauwe trui naar de Tour de France. Dat was toch heel bijzonder. En het is ook een hele eer om die dan een jaar lang te mogen dragen. En je blijft je leven lang kampioen van Nederland op de weg. En dat is heel iets anders dan ergens een mooie koers winnen. Dat is wel een titel. Titels zijn toch altijd... Misschien spreek ik een beetje voor mezelf, maar ik vond titels altijd wel geweldig. Ja. Heb jij hem nog steeds, die trui? Ja. Inderdaad. Voor je kleinzoon straks. Ja, wie weet. Maar ik wens die jongens heel veel succes en... Ik ben ervan overtuigd dat er een hele sterke renner gaat winnen.